Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het AZP, heeft gisteren diploma's uitgereikt aan de middelbaar beroepsonderwijsverpleegkundige studenten en nierdialyse technicians. De uitreiking vond plaats in het gebouw van COVAP. Met deze groep geslaagden kan beter worden voorzien in het hulp bieden aan nierdialyse patiënten. Volgens Fauzia Niamoud, adjunct verpleegkundig directeur van het AZP, is het een mijlpaal voor het ziekenhuis. Ondanks de uitdagingen op financieel vlak staat de patiënt bij ons nog steeds centraal, zegt ze. De verpleging geldt als een van de kerndisciplines in de gezondheidszorg. In toenemende mate wordt een beroep gedaan op de verpleegkundige beroepsbeoefenaar om zorg te verlenen. En die zorg houdt in dat het in kwantiteit en kwaliteit steeds meer eisen stelt aan de verpleegkundige beroepsuitoefening. Maatschappelijke ontwikkelingen en voortschrijdende technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg vragen een voortdurende aanpassing van de verpleegkundige beroepsbeoefenaar aan een continu veranderde omgeving. Je weet wat ik bedoel, toch? Wat je vandaag hebt geleerd is over een x aantal jaren anders. En natuurlijk zegt mevrouw Unies, we moeten ons blijven scholen. Het stopt niet hier. Toch? Onze loopbaan, wat gaan we doen? Maar ook de technologische ontwikkeling, het net, internet. Jullie zijn er vaak op. Jullie moeten het ook gebruiken. Niamoud zegt verder dat de beroepsbeoefenaars zich continu moeten aanpassen aan een steeds veranderende omgeving. Zorgvragers hebben nu een prominentere rol ingenomen, geeft ze aan. Patiënten worden mondiger. Voor een belangrijk deel is dit het gevolg van het emancipatieproces van de zorgvrager. Ook de zorgvrager kan op het net gaan en ook kijken wat zijn ziektebeeld inhoudt. Zorgvragers en of hun sociale netwerk worden steeds mondiger. En ze zijn beter geïnformeerd en bundelen hun krachten meer en meer in patiëntenorganisaties. Naast de ontwikkelingen aan de zijde van de zorgvrager vindt er ook ontwikkelingen plaats aan de kant van de zorgaanbieders, die gevolgen hebben voor de beroepsuitoefening van de verpleegkundigen. En daar ook bedoel ik de technicians. Aldus Fauzia Niamoud, adjunct verpleegkundig directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het ziekenhuis heeft gisteren diploma's uitgereikt aan de MBOV-studenten en nierdialyse technicians.